Marcus Straatmans. Ik zal ook meteen vertellen hoe oud ik ben. Ik ben 41, afgestudeerd in 2006. Ik ben, zoals Roy Hood net zei, een heel oude alumni. Ik ben gevraagd om iets te vertellen als alumnus over de opleiding. En in mijn geval visuele communicatie, grafisch ontwerp. En hoe dat uiteindelijk een voordeel is in het beroepsveld. En of ik dat kon bevestigen, dat is zo. En of ik daar iets over kan vertellen. Ik ben Hendrikje van Dijk, ik ben 19 jaar en ik ben derdejaarsstudent visuele communicatie aan Hogeschool Zuid Maastricht. Visuele communicatie is een studie die begint in vier hoofdrichtingen. Film, illustratie, grafische vormgeving en fotografie. En na het eerste jaar kun je specialiseren in de richting die jou het meest aanspreekt. Daarbuiten is het ook mogelijk om nog richtingen te kiezen die je erbij wilt doen of de combinatie van de vakken op te zoeken. En naast die vier hoofdvakken, hoofddisciplines, heb je ook nog de mogelijkheid om verdieping te zoeken in artistiek onderzoek, geschiedenis en andere vakken die de theoretische kennis ondersteunen. Het eerste jaar is algemeen, dus daar moet je alles doen. En daar wordt eigenlijk bij iedereen ook wel duidelijk of je een allrounder bent of juist niet. In mijn geval heb ik het wel als een voordeel ervaren dat ik het niet was of ben nog steeds. Omdat ik gewoon heel gefocust naar mijn einddoel toe kon gaan en dat ook met heel veel plezier heb gedaan. Ik denk dat mijn werk heel interdisciplinair is. Ik switch tussen zowel grafische vormgeving als illustratie. Maar soms zoek ik ook de kanten van film of fotografie op. Dus dat is heel vrij. Dat is aan de student zelf om dat te kiezen en daar wil de school ook steeds meer naartoe bewegen. Nou, het voordeel is dat, en ik zal even redeneren vanuit mijn huidige baan als art director bij Via Story, een bureau in Maastricht. Waar met name copy, concept, strategie aan de basis ligt van wat we eigenlijk leveren aan klanten en waar ik als art director een belangrijke rol vervul, maar niet het hoofdproduct ben. Dus, vaak komt vormgeving kijken bij de opdrachten die we binnenhalen, maar dat is geen pre, dat hoeft niet zo te zijn. Als het wel zo is, dan ben ik de schakel tussen alles wat vanuit inhoud komt en wat uiteindelijk visueel gemaakt moet worden, op welke manier dan ook. Maar dat betekent vaak ook dat er een video gemaakt moet worden, dat er een presentatie gehouden moet worden, dat er een website gemaakt moet worden en dan komen in één keer toch wel allemaal andere disciplines voorbij. Waar je in je opleiding contact mee hebt gehad. Ik heb uiteindelijk voor grafisch ontwerp gekozen, maar goed, in het beroepsveld kom je gewoon alle andere disciplines tegen en merk je dat je sowieso vanzelf wat meer allround wordt naarmate de jaren verstrijken. En dan is het fijn om wat voorkennis te hebben en om het nog breder te trekken. Op het moment dat wij met klanten samen zitten, en dat kunnen hele zakelijke klanten zijn, grote bedrijven, multinationals bijvoorbeeld, dan zitten er in ons geval, in ons team, een aantal mensen aan tafel met allemaal andere achtergronden. Er zit iemand met een juristische achtergrond aan tafel, er zit iemand aan tafel die universitair geschoold is in de communicatiewetenschappen en ik zit aan tafel met een kunstacademie achtergrond. En het belangrijkste wat ik heb geleerd op de kunstacademie is mijn wereld verbreden, een kritische blik ontwikkelen en op die manier ook in dit geval met klanten aan tafel zitten. Dus mijn kijkwijze op dingen is vaak zo anders dan alle andere mensen aan tafel hebben dat ik van absoluut toegevoegde waarde ben. En ik deuren kan openen die anderen niet eens zien. Ja, visuele communicatie kent zowel toegepaste als autonome opdrachten. Zo heb je bijvoorbeeld een opdracht waarbij je kan werken voor de gemeente Maastricht. Maar je kan ook een heel autonome kant opzoeken en vooral heel erg vanuit je eigen gevoel en belevingswereld werken. En voor die beide kanten is er ruimte en voor die beide kanten kun je ook verwachten dat je op kunt worden geleid. En dan is het goed als je de voorkennis hebt die je tijdens je studie hebt opgedaan, de connecties die je daar hebt gemaakt, de mensen die je jaren daarna nog steeds in je netwerk hebt zitten. Degene die nu filmt, Daniel, die ken ik zo ook. En zo heb je hele interessante mensen om je heen die allemaal goed zijn in iets anders. Na hun studie zich verder ontwikkelen. En eigenlijk is dat wat je start op de academie echt het begin van alles wat daarna komt. En dan heb ik het niet over je beroep, maar gewoon echt over je leven.